Tessa Willaert, we zijn vandaag zondag 6 oktober. Jullie hadden een afspraak met de fans hier in Tubeke. Hoe viel dat mee, zoiets? Ja, ik denk op een zondag vroeg, om 10 uur toch, met wat regen. Ik denk dat we toch mogen blij zijn met de mensen die gekomen zijn. En het is nog een extra duwtje in de rug voordat we naar Roemenië vertrekken vanmiddag. Ja, het is belangrijk dat die mensen ook eens kunnen kennismaken met jullie zo op zo'n moment. Ja, want na de wedstrijd zijn er altijd heel veel fans die nog op de foto willen en zo. En er is gewoon te weinig tijd, dus vandaag was ideaal. En er zijn toch heel wat foto's genomen met de meisjes, dus ik denk dat iedereen blij was. Dan, je hebt ondertussen met Manchester City alle punten gehaald. Vorige week gewonnen op Everton. De loting voor de Champions League is Atletico Madrid opnieuw. Je had tegen die ploeg vorig jaar al gespeeld. Zijn jullie blij met die loting? Blij. Ik denk de ploeg die vermeden moest worden, hebben we eigenlijk geloot. Maar is dat negatief? Nu ja, op den duur kom je ook goede tegenstanders tegen. En ik denk dat het toch altijd leuker is om tegen een goede tegenstander te spelen dan een wedstrijd met 7-8-0 te winnen. Dus het is een mooie test. We hebben ze deze zomer nog in Amerika getroffen. Dus ik denk dat zij van daaruit dan revanche willen. Het wordt een mooie wedstrijd. Eerst thuis en dan naar Madrid. Dus ik kijk er wel naar uit. Ja, het zijn twee mooie affiches, hè, die matchen. Ja, ik denk dat onze wedstrijd het meeste niveau zal hebben. Of toch de meest gelijkwaardige tegenstanders van deze ronde in de Champions League. Dus hopelijk komen wij er als winnaar uit. Ja. Je hebt ondertussen ook in het Etihad Stadium gespeeld. Die derby tegen Man United. Hoe viel dat mee? Ja, dat was top. Ik denk dat er 31.000 man was. Dus het was een mooie opkomst. En gelukkig zijn wij 1-0 gewonnen. Het was zeker niet onze beste wedstrijd. Menu heeft veel weerwerk geboden. Zoals hij zei, we hebben tot nu toe alle wedstrijden gewonnen. Dus we zitten in een goede flow. Ja. En dan met de Red Flames. Daar zitten jullie ook in een goede flow. Ondertussen 18e op de wereldranglijst. Er komt een belangrijke match aan in Cluj, in Roemenië. Tegen Roemenië opnieuw. In de vorige campagne 0-1 gewonnen hinder. Op het laatst in de slotfase. Wat verwachten jullie van deze wedstrijd? Het is goed dat er heel wat meisjes nu bij zijn die er toen ook bij waren. Want ook thuis zijn we nipt 3-2 gewonnen. Dus Roemenië mag zeker niet onderschat worden. Ze lijken misschien een heel wat mindere tegenstander. Maar op verplaatsing tegen zo'n ploeg is het altijd moeilijk. Ook met de tegenstander, met de vele tackles denk ik die vanuit hun kant zullen komen. Dus we moeten de wedstrijd aanvangen zoals dat we tegen Kroatië gedaan hebben. In het begin was het zeker moeilijk, maar we zijn rustig gebleven, we zijn blijven voetbal en dat moeten we tegen Roemenië ook zeker doen en dan ben ik zeker dat we daar met de 3 punten naar huis gaan. Ja, en dat is belangrijk, hè, daar winnen? Ja, sowieso, dat zijn de wedstrijden die moeten gewonnen worden en we mogen echt wel zeggen dat we het niveau hebben om die wedstrijden te winnen, dus er mogen zeker geen excuses zijn. Oké, ik dank je, goede reis naar Cluj en veel succes daar ook. Dankjewel.